Ho, ho, ho. Shake up the happiness. Wake up the happiness. Shake up the happiness. Nou, als ze 10 jaar zijn, dan kunnen ze naar de scouts doorstromen. Dan kunnen ze dan tot hun 14e ook vertoeven. Ja, en dan wordt er toch wel wat meer zelfstandigheid van ze verwacht. En ook wat meer vaardigheden. Dus zo onder andere het bekende knopen, wat we dan pionieren noemen. En op die manier allerlei constructies maken. Ja, dat gebeurt wat vaker. Maar uiteraard gaan ze ook koken. Ze zullen tochten gaan lopen. Ze zullen met kompas leren omgaan. Kortom, ze worden stiekem wat zelfstandiger in hun vaardigheden getraind. Maar altijd wel heel belangrijk, het moet leuk zijn, het moet lollig zijn, ze moeten gewoon plezier hebben. En dat is het bij deze dan dus ook duidelijk te zien. Net zo lang slaan totdat er eentje vanaf valt. Kijk, en dit is natuurlijk niet helemaal eerlijk, maar de scout wint wel van de lijst. A little boy made a wish that day that the world would be okay and Santa Claus would hear him say I got Nou, iets wat natuurlijk iedere groep apart heeft. Hun eigen openings- en sluitingsritueel. Voortgekomen uit traditie natuurlijk. Zoals men dat van oudsher bij scouting gewoon gewend is. Het is iets wat erbij hoort en wat er toch een stukje authentiek maakt. Give my grandma a reason to smile. 'Tis the season to smile. It's cold, but we'll be freezing in style. And let me meet a girl one day that wants to spread some. Popping bottles in the ice like a blizzard. When we drink, we do it right. Getting slizzard, sipping scissor in my ride. In my ride, like 3-6. Now I'm feeling so fly, like a G6. Like a G6, like a G6. Ja, en dan word je 14. En dan kun je doorschuiven naar de laatste groep binnen scouting. Althans, de laatste groep waar je nog iets van leiding hebt. We noemen het ook al niet meer helemaal leiding. We noemen het begeleiding. Want vanaf 14 jaar moet je toch wel in staat kunnen zijn om zelfstandig met je eigen groepje programma's te kunnen maken. Dus datgene doen wat je gewoon leuk vindt om te doen. Het moet wel een beetje natuurlijk in het teken van scouting staan. Een teken van ontdekken. Een teken van avontuur. Het tegenval van nog steeds wel eens een keer pionieren. De leiding een beetje plagen uiteraard. En dan kun je dan tot je 18e volhouden. Ja, en dan krijgen ze ook wat tekst en uitleg waarbij iedereen even stil moet zitten en goed moet opletten. In dit geval is het een uitleg over hoe je dan dus een rugzak moet gaan dragen. Hoe dat goed op je rug zit zonder dat je er veel last van hebt. Dat heeft dan weer te maken met een tocht die ze tussen kerst en oud en nieuw aan het lopen zijn. Een hike zoals ze dat noemen. 3 dagen lang waarbij ze iedere dag tussen de 15 en 20 kilometer lopen. Dit jaar zijn ze begonnen in Weert. En uiteindelijk geëindigd in Eersel. Nou, door het jaar heen hebben we natuurlijk ook diverse gezamenlijke activiteiten wat we met elke leeftijdsgroep doen. En dit jaar natuurlijk ook uiteraard de kerstviering die nog vers in ons geheugen ligt. Dit jaar hebben we ervoor gekozen om gezamenlijke maaltijd te bereiden. Iedere groep heeft een gedeelte daarvan gedaan. Maar natuurlijk wel allemaal tegelijkertijd gezamenlijk op. Maken. Wat doe je? Ja, wat doe je er allemaal bij? Fruit. Dat is leuk. Als je straks klaar bent, maak je dan ook stukken? Ja, misschien. Hoezo misschien? Want je mag ook van andere dingen eten. Misschien blijf je ook wel een uur. Dan moet het worden, jongen. Dit wordt de stampot of zoiets. Ja, waarvoor stam? Met boerenkool en met aardappels en allemaal van die lekkere dingen. Wat voor lekkere worst is deze, jongens? Volgens mij rookworst. Ja? Ja, volgens mij ook. Ja. Dus die moet straks bij de stampot. Of wil die ook keuren?
Ik kan het graag keuren zonder meer. Oké, dan krijgen wij een punt, hè. Ik krijg ook een punt voor mijn stamp, hè. Zo, dat was de favoriete zuurkool van jou? Of? Nee, voor mij niet. Ik hou er niet van. Echt niet, jongen? Nee, ik vind het niet lekker. Maar ja, de rest hoop ik wel. Dus ik moet het maar iets van maken. Ik neem aan dat jij hier de groepsleider bent. Ik ben geen groepsleider, maar ik ben wel leider. Van de leiding. Van de scouts. Ja. Wat is die groep? We zijn momenteel met zes mannen. Zes jongens. Ja, is dus niet echt veel. Nee. Dus als er mannen zijn, dan 10 tot 14, of meisjes uiteraard, die zin hebben om te komen, dan zijn die welkom. Ja, op vrijdagavond draaien wij. Elke vrijdag? Ja. Dus als iemand interesse heeft, kunnen ze met de scouting aan helpen? Ja. We kunnen eens even op de website kijken. En daar vinden jullie het mooie van de scouting? Leert veel vrienden kennen en meer spelletjes. Leert veel leuke spelletjes. En net als vanavond, moeten jullie dan niet mee koken? Hebben we al gedaan. He? We hebben al meegeholpen. Wat hebben jullie gemaakt? Ja. Kippensoep, groentesoep en tomatensoep. En net al een beetje geproefd? Nee. Wat vind jij nou zo leuk aan de scouting? Dat je leuke spelletjes kan doen en vriendinnen maken en zo. En dat het leuk is om samen te werken. Dat vind je heel gezellig. En hoe smaakt het? Ik vind het goed. Ja? Ja, ik vind het goed. Dan zal ik eens gaan proeven bij jou. Ja. Want ik moet jou punten geven, hè? Die. Nee? Ja. Dat is goed, hè. Heel erg netjes. Hij is echt heel lekker. Oké. Okay. Echt heel lekker. Hoe smaakt hij? Hoeveel punten? Dat moet jij bepalen. 10. Ja, en dat gebeurt er dan als je je borstje niet leeg eet. Ook al ben je van MTV. Ik ben de schatje. Oh, je komt er even staan, pa. Ik wens de Schouting een gelukkig en een zalig en een geweldig nieuwjaar. Jongens, bedankt!